De bus- en boothouders die verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van leerkrachten en scholieren blijven in actie. Dit besluit is vandaag genomen tijdens een algemene ledenvergadering van de organisatie voor bus- en boothouders OBS. Het schoolvervoer is sinds maandag lamgelegd. De vervoerders zijn ontevreden omdat zij de 40% verhoging die eerder was overeengekomen met de overheid nog steeds niet hebben ontvangen. De verhoging moest in augustus ingaan. Het ministerie van OW geeft aan dat de verhoging is aangehouden vanwege geconstateerde ongeregeldheden bij de werkzaamheden van bus- en boothouders. Iwan Woon, ondervoorzitter van de OBS, zegt dat de rek er helemaal uit is bij de leden van zijn organisatie. De minister van OW gaf mij aan dus dat dat geld aangevraagd is. De stukken zouden dus gedeponeerd moeten worden bij financiën. En zo gauw dat het geval is, had hij dus groen licht gekregen van minister van Financiën om dat geld te storten. Maar tot nu toe, we zijn nu allemaal alle vier, dat, de stukken waren nog niet op financiën. Dus de mensen hebben nog geen geld. Voor morgen is het schoolvervoer niet gegarandeerd? Hopelijk, als er vandaag nog gestort wordt, want ik heb begrepen dus dat, dat men overwerkt, de banken, of de SPSB tenminste, heb ik begrepen hoor, tot 5 uur misschien dat ze doortrekken. Lukt het voor 5 uur, dan kunnen de mensen hun gelden gaan lichten om te tanken. Anders zie ik het morgen ook nog niet. Dat ze morgen nog niet rijden. Woon zegt verder dat er geen sprake is van een betalingsachterstand. Hij stelt dat de bushouders nu helemaal afhankelijk zijn van de overheid. Als die 40% enigszins mee was genomen, zouden de mensen dus, neem ik aan, nog wat reserves hebben om te voldoen aan dat gedeelte om hun bussen in te rijden. Om de schoolkinderen te kunnen vervoeren. Dat je even een overbrugging. Maar nu hebben ze geen geld. Dat is het probleem nu. Ze willen wel. Maar als je geen geld hebt, hoe ga ik dan die kinderen vervoeren? Ik heb geen brandstof. En de minister heeft begrepen. Nou, hij heeft meegewerkt dus dat die storting tenminste vandaag plaats kan vinden, versneld. Want oktober is nog niet voorbij. Het is een soort voorschot dat eigenlijk. Dat ze de bushouders gaan verstrekken, dus vooruitlopend dat ze geld over oktober kunnen krijgen, dat ze de bussen kunnen tanken. Dat is het probleem. Iwan Woon, hij is ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname. Hij zegt dat het schoolvervoer voor morgen niet is gegarandeerd.